Welkom bij dit maandelijkse gesprek met de burgemeester. Welkom. Goed nieuws gisteren over kinderhartchirurgie in Leiden, of is de strijd nog niet gestreden? Nou, de strijd is zeker nog niet gestreden, maar het was wel een heel goed rapport. Het rapport van de zorgautoriteit zet alles nog een keer op een rijtje. Blijkt ook wel dat het vorige besluit eigenlijk op gegevens gebaseerd is die niet klopten. En het is mooi dat dat nog eens allemaal keurig op een rijtje is gezet. En ik ben het ook heel erg eens met het rapport in zijn analyse en in zijn aanbeveling. Ik hoop dat de minister deze lijn zal overnemen. Maar er moet nog wel een besluit komen. Dat komt in januari. Dus we volgen dat goed. En we zullen ook ervoor zorgen dat we de goede gesprekken daaromheen voeren om moet ik zeggen, te bevorderen dat het goede besluit genomen wordt. Ja, want u was wel echt heel erg geschrokken eigenlijk, hè, toen bekend werd dat het misschien hier weg zou moeten. Ja, het is echt een desastreus besluit voor Leiden. Het is niet zomaar een dingetje wat weggaat. Als de kinderhartchirurgie uit Leiden zou verdwijnen op de manier waarop we de afgelopen jaren daarmee gewerkt hebben, is met Rotterdam het grootste centrum van Nederland. Dus dat zegt wel wat. Ja. En ook een van de meest gespecialiseerde. De moeilijkste gevallen komen hier naartoe. Er worden hier ook dingen gedaan zoals operaties in kinderen die nog niet eens geboren zijn. In de harten van kinderen die nog niet geboren zijn. Ja, dat kan zelfs helemaal nergens anders. Daarvoor moet je naar Wenen als je dat wilt gedaan krijgen buiten Leiden. Dus dat zegt nogal wat als je dat kwijtraakt. Maar wat ook heel ernstig is, het is zo'n grote aderlating voor het LUMC, dat het heel goed mogelijk is, zelfs zeer waarschijnlijk is, dat de kinder-IC dan helemaal moet verdwijnen hier, intensive care. We hebben er al niet zoveel in Nederland, dus het is voor Nederland ook niet zo best dat dat zou gebeuren, de teleurgang daarvan. Maar daarmee dreigt ook de hele kindergeneeskunde te verdwijnen. En eigenlijk is dat de bijl aan de wortel van het LUMC zelf. Ja. Dus dat betekent dat het een vraag is, deze vraag die ook neerkomt op, kan het LUMC nog wel bestaan zonder Kahal? En dat is wel een heel belangrijke vraag voor de stad. In die impactanalyse, zoals dat rapport heet, van de Nederlandse Zorgautoriteit, wordt gesproken over twee clusters in de toekomst, waar Leiden dan toch wel in een van die clusters blijft zitten. Is dat dan de oplossing? Ik zou het een heel mooi en ook verstandige oplossing vinden, die helemaal in lijn is met eerdere adviezen die daarover uitgebracht zijn. Ja. De commissie Lee heeft al zo'n ruim 10 jaar geleden zo'n advies gegeven. Een aantal jaren geleden de commissie Bartels. Die gaan allemaal in de richting van zo'n 3 centra. En bij al die adviezen was Leiden onderdeel van. Of het advies gaf niet duidelijk richting aan welke organisaties zouden overblijven. Maar wanneer dat wel gebeurde, was er nooit enige twijfel over het voortbestaan van Leiden, juist vanwege de kwaliteit en de omvang ervan. Dan een heel ander onderwerp. De opvang van vluchtelingen hebben we het vaker over gehad, maar de situatie is nu toch wel een beetje aan het veranderen. Sowieso in verband met Oekraïne, waar de winter invalt en de elektriciteitscentrales worden stuk gebombardeerd eigenlijk, hè, door de Russen. Dit levert naar verwachtingen weer een nieuwe vluchtelingenstroom op. Merken we daar al wat van? We zien eigenlijk dat het aantal Oekraïners maar door blijft stijgen. Dus we zien elke week een paar honderd extra Oekraïners naar Nederland komen. Hm. En tot op heden lukt het nog steeds om die te accommoderen, om daar een plek voor te vinden waar ze kunnen slapen en verblijven. Op dit moment worden er in Nederland zo'n 75.000 Oekraïners opgevangen. Het kabinet verwacht dat dat misschien wel richting 90.000 moet. Dus dat betekent dat er nog een forse toename is. Dat zien we op de korte termijn nog niet, maar op iets langere termijn wel. En dat betekent dat die vraag dan over ons op ons afkomt. Mm. En dat zouden we dan medio volgend jaar moeten hebben bereikt. Nou, dat is een belangrijke vraag waar we in de hele regio het antwoord op moeten zien te vinden. Ja, want het gaat natuurlijk niet alleen om die huisvesting, maar ook kinderen moeten naar school. Lukt dat nog steeds? Ja, dat wordt steeds moeilijker. We zien dat zowel het verlenen van zorg heel moeilijk is, want huisartsen hebben het ontzettend druk. Het is ook heel veel werk voor hen om deze zorg te verlenen. Papierwerk achteraf is heel omvangrijk.
Dus dat is best moeilijk om die zorg te vinden. En ook de scholen zijn behoorlijk belast. Tot op heden lukt het nog om iedereen naar school te krijgen. Maar het wordt wel steeds spannender of dat ook bij verdere groei nog gaat lukken. Ik ben er ook wel heel trots op dat de mensen die dat onderwijs verzorgen en die de zorg verlenen, dat die nog steeds de bereidheid hebben en in staat zijn om dit te doen. Die 75.000 Oekraïense vluchtelingen die wij hier dan opvangen, vallen een beetje in het niet bij wat bijvoorbeeld buurland Polen doet, 1,5 miljoen. Daar blijkt het draagvlak onder de bevolking ook echt af te nemen. Het zijn natuurlijk wel veel grotere aantallen, maar hoe gaat dat hier? Ik denk dat dat nog wel meevalt. Als wij naar de Eerste Wereldoorlog kijken, hadden wij natuurlijk ook met 7 miljoen Nederlanders meer dan 1 miljoen Belgen die wij huisvesten. Dus dat is wel vergelijkbaar. Het is ook logisch, hè, dat je als eerste naar het directe buurland gaat. En dan merk je ook wel dat het best belastend kan zijn, die grote aantallen. Dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog hier ook wel. Daar zijn ook wel klachten geweest toen. En heeft men ook wel andere oplossingen voor de huisvesting proberen te vinden toen het allemaal langer duurde. Die vragen die hebben wij hier nog niet. Maar het kan best komen, want wij gaan nu uit van het huisvesten van Oekraïners tot misschien begin 2024. Zo is het in Europa wel met elkaar afgesproken, dat de speciale status van de Oekraïners tot dan in ieder geval behouden blijft. En daar gaan wij ook een beetje van uit, dat wij de opvang moeten organiseren tot ongeveer dat jaar in ieder geval. En dan moeten we in de loop van de tijd maar zien of er nog iets extra's moet gebeuren. Ik hoor al overigens weinig van weerstand tegen de Oekraïners. Veel mensen die uit die groep die werken op dit moment al, kinderen gaan naar school. En er zijn weinig tot geen incidenten in de regio. Dus met de groep die er is gaat het eigenlijk best goed? Gaat het heel goed. De eerste groep die in Leiden kwam, daar gaat het uitmuntend mee. Is heel fijn. In de loop der tijd ook wel eens een klein incidentje gehad. Maar dat heb je bij alle groepen in alle wijken, dat wel eens mensen zich misdragen. Daar moet je dan op acteren. Maar voor de rest is het vrij rustig aan dat front. Ja. Dan de Leidse feestjes. Het lijkt wel of het in het centrum steeds moeilijker wordt om nog iets te organiseren. De ene rechtszaak na de ander wordt gevoerd tegen besluiten die u of de gemeente in ieder geval neemt. Bijvoorbeeld een vergunningverlening voor de kerstmarkt. En zelfs een kinderkermis vindt de wijkvereniging te veel. Is daar nou niet iets op te bedenken? Want het maakt natuurlijk niet de verhoudingen echt beter tussen al die groepen in de stad, de bewoners en de mensen die iets willen organiseren. Nee, dat klopt. Daarom hebben wij natuurlijk ook een evenementenbeleid vastgesteld, waarin de hoofdlijn ook met elkaar is vastgesteld. En dat evenementenbeleid stelden we elke paar jaar opnieuw vast. En kun je daar nou in zien dat er steeds meer feestjes komen? Nee, dat is niet zo. Als je over een langere periode kijkt, dan is het niet zo dat er steeds meer feestjes komen. Maar wel meer weerstand lijkt het. Dat wel. Dat laatste merken we ook wel. Maar er komen dus niet meer feestjes en ze maken ook niet meer lawaai. Want juist op het gebied van de controle op het geluid van de feesten is, zeg maar, sinds pak een beetje 2005, 2006 iedere keer een stapje extra gezet om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau ook redelijk blijft. En daar zijn we best actief in. Maar je merkt wel dat de tolerantie wel afneemt om de feesten te accepteren. En dat is ook de reden dat wij niet naar een verdere groei streven. De laatste juridische procedures, daarvan moeten we overigens wel zeggen dat de vraag is of dat nou allemaal wel zulke hele heftige feesten zijn. De kinderkermis, daar geloof ik niet dat we daar nou heel erg veel overlast van hoeven te verwachten. En ik denk eigenlijk dat het met de kerstmarkt zoals die nu georganiseerd wordt, die is echt wat minder heftig, korter durend, minder lawaai dan de vorige. En ik denk dat dat ook goed kan. Had die kerstmarkt niet gewoon op het water moeten drijven met wat extra hulp misschien van de gemeente? Ja, je merkt dat het gewoon heel duur wordt. Ja. En daar heb je toch iedere keer weer de afweging in te maken. Het geld is natuurlijk niet eindeloos beschikbaar. Het werd vroeger vanuit het centrummanagement georganiseerd, maar die krijgen het ook financieel niet meer rond. Maar ook na twee coronajaren, volgens mij heeft de gemeente ook een coronapotje. Ja, maar dat is wel voor een belangrijk deel open inmiddels. Ja, dus daar is geen oplossing. De kerstmarkt is nog niet helemaal zeker, hè? Ook daar is een rechtszaak waarvan de uitspraak nog niet bekend is. Nee, dat klopt. Die verwachten we over een paar dagen. Ja. Dus dat is nog eventjes afwachten of die bescheiden kerstmarkt op de Hooglandse Kerkgracht dan wel door kan gaan.
Ik hoop het, want ik denk dat het goed is voor de stad. Wat wel doorgaat, maar ook weer een beetje minder, is vuurwerk. Ja, we moeten het er toch weer over hebben. Het is december. Ja. De regels zijn toch ook weer in Leiden wat veranderd. Want er komt een gebied bij, hè, waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Ja, we hebben een paar dingen. De gemeenteraad wil graag dat de hele stad vuurwerkvrij wordt. We zijn daar voor de 2 jaren waarin die met corona te maken hadden, dat er een vuurwerkverbod landelijk werd afgekondigd. Wat overigens niet overal heel erg goed werd nageleefd. Niet echt. Maar na die 2 jaar, voor die 2 jaar hadden wij al een aanvang genomen door de binnenstad vuurwerkvrij te verklaren. Daar waren we niet helemaal tevreden over zoals het ging. Dus we hebben gezegd, we willen dat dit jaar eigenlijk wel beter organiseren. Hoop dat we daar ook verder in komen in het vuurwerkvrij maken van die binnenstad. Maar we hebben er een gebiedje aan toegevoegd en dat is het gebiedje rondom het station. Dat voelen ook heel veel mensen als een onderdeel van het centrum. Dus dat is ook wel een logisch aaneengesloten gebied. Mm-hmm. Maar dat komt er inderdaad bij. En dan hopen we, als dat goed lukt, om iedere keer een stukje extra toe te voegen aan dat gebied, totdat de hele stad vuurwerkvrij is. In de jaarwisseling 2019-20, dat was de eerste keer dat dat centrum vuurwerkvrij had moeten zijn. Toen, dat was het niet. En achteraf werd er toen ook geconcludeerd, heel veel mensen die de Nederlandse taal niet machtig waren, die hier wonen, die wisten het gewoon niet. Gaat u daar nog speciaal iets aan doen, deze jaarwisseling? Ja, de communicatie wordt ook heel erg gericht op mensen die waarschijnlijk internationals. Mensen die wel Engels verstaan, maar geen Nederlands. Ja. En verwacht wel dat dat wel effect zal hebben, ja. De gemeenteraad heeft ook vorige week toch weer opnieuw die discussie aangezwengeld. Hè, van wanneer worden we nou helemaal vuurwerkvrij? U wil dat nog niet echt vastleggen, hè? Kijk, ik ben er zelf ook voor. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Maar met iets roepen bereik je nog niet iets. Je moet het ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen. En we weten dat er best een behoorlijke weerstand in de samenleving is. Wij hebben op die avond ook niet zoveel politie beschikbaar, omdat die overal volledig ingezet wordt, dat wij op alle incidenten af kunnen gaan. En als er te veel ongehoorzaamheid is tegen zo'n vuurwerkverbod, en dat mag best verwacht worden, want dat hebben we ook afgelopen jaar gezien toen er een landelijk vuurwerkverbod was, ja, dan heb je eigenlijk een regel afgekondigd waar de mensen niet naar luisteren. En dat is iets wat, ja, wat je eigenlijk moet proberen te voorkomen. Want dan sta je een beetje in je hemd natuurlijk. Dat je iets wilt en het wordt niet geaccepteerd. Dus je moet ervoor zorgen dat je dat ook daadwerkelijk kunt handhaven. En dat is datgene wat we proberen te doen met deze aanpak van stapje bij stapje. Ja. En dan hopen we ook dat de acceptatie langzamerhand gaat groeien. Toch zijn er wel gemeenten, ook in Zuid-Holland, die deze jaarwisseling hebben gezegd, nou, we doen het helemaal niet meer. Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat dan gaat. Ja. Ja. Wat denkt u? Hoe lang gaat het nog duren voordat we onze laatste vuurpijl verschieten? Nou, vuurpijl geloof ik wel, want die mag niet meer, maar... Ik hoop met een paar jaar, maar ja. ik durf er niet direct iets van te zeggen. Nou, we gaan het zien hoe het deze jaarwisseling verloopt. En dan spreken we elkaar weer aan het begin van het nieuwe jaar. Dat hoop ik. Dank u wel.